Kikkertje, ik ben thuis. Hey, ik heb lekkere vliegjes voor je. Jeetje, kijk nou eens wat een troep. Ik heb hem zo vaak gezegd dat hij zijn... Son of a... Ik wil met je spelen. Oh, ik wil met je spelen. Je zit weer in mijn rug geschoten. Ik wil met je spelen. Ik wil met je spelen. Ga hulp halen, jongen. Ik wil met je spelen. 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 Oh, Maggie. Mijn arme rug. Ik wil met je spelen. 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 Bob! Homer, wat is er gebeurd? De jongen. Al de jongen. Bart? Als je camera had opgeruimd, was er niks gebeurd met je vader. Dus ram onmiddellijk je troep op. Het is altijd mijn schuld. Had hem maar beter moeten uitkijken. Hallo, wat zou dit zijn? Een kersenboom. Ik dacht dat ik er geen meer had. Mensen, niet knokken op het klimrek. Jij daar, hemd in je broek. Hey, kijk uit, dat zag ik wel. Je hebt het goed voor elkaar, Bilnkoek. Moeder, alsjeblieft, noem me niet zo op het schoolterrein. Wow, een kersenboom. Wat doe je ermee, Bart? Pas op, Bart, daar heb je Skinners. Goedemorgen, meneer Skinner. Dag, jongens. Stel me eens voor aan je leerlingen, Billenkoek. Nou? Moeder, mag ik je voorstellen aan Milhouse, Louis, Richard... en Bart Simpson. Die Bart Simpson over wie je het altijd hebt? Maar hij ziet er zo lief uit. Ben ik ook, mevrouw. Simpson! We kijken even verder. Laten we gaan. Dag, Billenkoek. Steek je hem af? Wat kan ik zeggen? Ik bedoel geëikte grapjes. Ik moet even naar het toilet. Goed, moeder. Deze kant op. Tot kijk! Sukkel! Bas! Blijf hier, kleine! Wil ik ook, moeder? Oh, Marge! Ik heb nog steeds pijn! Marge! Oh, Homer! Moet ik al nog een keer je kussen opschudden? Eigenlijk kun je een tosti voor me maken. Nou, oké. Zorg dat het plat gedrukt, maar wel knapperig. Ik weet het, Homer. Een paar knakworstjes. Oh, en wat een fruitcocktail op zware siroop. Ding dong ding. March. 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 Doe de deur open. Schoolhoofd Skinners? Hallo mevrouw Simpson. Er is vandaag iets vervelends op school gebeurd. Ik smeer hem, man. Homer, het schoolhoofd is er. Goeiedag, schoolhoofd Skinner. Sorry, de jongen heeft me kreupel gemaakt. Dat begrijp ik volledig. Uw zoon heeft vanochtend explosieven door het jongenstoilet gespoeld. Explosieven. Op hetzelfde moment, mijn moeder maakte op dat moment gebruik van het meisjestoilet. Oh jeetje. Hij is onverbeterlijk. Schorsing of van school sturen helpt niet meer. Ik denk dat we de deportatie moeten overwegen. Deportatie? Bedoelt u Bart het land uitschoppen? Laat hem uitspreken. March. Misschien zeg ik het wat achterloos. Laat me het uitleggen. We doen mee aan een uitwisselingsprogramma. Leerlingen worden gekozen op de grond van hun prestaties. Maar ik wil voor Bart een uitzondering maken. Als u ermee instemt, dan kan hij 3 maanden ergens ver weg naar school. Prima! Maar te kort om veel te leren. Homer, je vraagt niet eens waar? Oh, Frankrijk.
In een prachtig kasteel midden in het weiland. Bart spreekt geen Frans. Oh, het gemiddelde kind leert het snel. Ja, maar Bart, die redt zich wel. En het kost u niks als u tenminste zelf ook een scholier in huis neemt. Ik ken deze truc wel, Skinner. Straks beduvelt dat Franse school of de boel net als jij. U krijgt geen Franse, maar een Albanese jongen. Zo'n witte met rode ogen? Nee, een jongen uit het land Albanië. Het is een prachtige kans, maar Bart moet zelf beslissen. Wat heeft een kikker een heerlijk leven? Bart? Zou je 3 maanden naar Frankrijk willen? Frankrijk? Wauw! Ik heb hem het hele jaar. Hoe heeft de zomer tenminste nog vrij? Want ik vlieg om er te komen. Hé, mam? Ja, Bart? Wauw. En ook om nog terug te komen? Nou, Bart is heel erg enthousiast over het plan. Yes, what baby! Ja, ja, ja! Wat nog meer, jongen? Dag, man, kleine, lieve jongen. Je schrijft ons toch wel? Vaak. Wat weet jij van Frankrijk? Dat ik erin ga en jij niet. Ik zal je missen, jongen. En onthou, als je al dat moois daar bezoekt, dat je altijd je land vertegenwoordigt. Wat ik wil zeggen is, maak niet net zo'n zootje van Frankrijk als van je kamer. Okay, pap. Gaat één van u mee met de chartervlucht? Ja, meneer. Kom maar mee. Wauw! Daag! Ik zal je missen. Zit het poosje, Adèle. Dat is crochet pres. Dat is een paar molly in bana. Maar dit is een poli molly partout. Partout le pneu, que je crois. Parijs, Frankrijk. Hey man, kijk een beetje uit. Hey man, ik ben Bart Simpson. Oké, kom op. Hey, papilla, catch next the trees. Catch la la la, la 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 la. La, oeh la la. Hoe ver is het nog, meneer? Hier gaan we naartoe, hè? Tatu, mazon. Ah, Maurice. Oh, Maurice. Les Américains arrivent. J'offre ce genre. Genie. Eeuw, wat een oude troep. De Albanese munt in het heet de munt, mond, de lep. Wat een mop, de lek. Op uw rode vlag staat de adelaar. Dan heb ik liever onze vlag. Voornamens exportproduct, politiek van tanisme. Politieke wat? Marseille, de kist uit Tirana is gearriveerd. Welkom in je nieuwe land. Je kunt niet vluchten. Ik ben zigzag. Dit is mijn neef, Jugela. Het leven hier is hard. Hou je mond en gehoorzaam, dan gaat de tijd sneller. Hij heeft gelijk. Goed, meneer. Adieu? Moeder? Nou, de komende maanden ben ik je moeder. Dat zijn dit Lisa en Maggie. En u bent vast mijn nieuwe vader, Homer. Enkelke knaapje, hè? C'est ça, regarde. Ils sont joyeux. Déjà, bon petit. Où les ventes? Regarde, Maurice. Et un chapeau rouge. Pour toi. Hé, hey, kom op, jongens. Doe niet zo hebberig. Sorry, man. Ga jullie gang. Zijn accent is raar. Zijn gebruiken lijken wellicht vreemd of onbeleefd. Maar geef Adèle het voordeel van de twijfel, want alleen op die manier kunnen we begrip opbrengen voor mensen uit ontwikkelingslanden. Dank u, schoolhoofd Skinner en medeleerlingen. Gedurende een paar dagen dat ik hier ben, heb ik gemerkt dat ze jullie erg goed van vertrouwen zijn. Hoewel ik jullie officieel moet haten, moet ik zeggen dat ik het niet zo voel. Schiet op! De druiven hebben water nodig. Hoe kun je een land verdedigen waar de minderheid vrijwel alles bezit? Ik verdedig een land waar je kunt denken wat je wilt. Dat kun je niet. Wel eens. Dat kun je niet. Wel eens. Alsjeblieft, maak geen ruzie. Misschien Lisa heeft gelijk dat ze in de Verenigde Staten alles kan. En Adèle dat het kapitalisme ten koste van de arbeider gaat.
Je vader heeft gelijk. We moeten geen ruzie maken. Vrienden? Nou, oké. Dan ram ik de tafel maar eens af. Nee, mevrouw Simpson. U bent genoeg onderdrukt vandaag. Ik ruim af. Nou, oké. Zag je dat? Weet je, Marge, dit heb ik nou altijd al gewild. Eindelijk een fijn gezin. En wij onszelf maar verwijten maken. Het is wel duidelijk wat eraan happerde. Homer! Je papierdunne plichtsbesef je kinderbezorg om kippenvel. Lisa! Oh, ze is gewoon jaloers. Het gaat wel over. Als het niet over gaat, wisselen we haar ook uit. Homer! Grapje. Bonjour, bonjour. Oui, vrai. Bonjour, maman. Mag ik iets bij mijn knol? Hou je mond. Pas als je weg, als een man. Ga slapen. Hey. Kom op. Ga eens weg. Laat hem liggen. De vloer is goed genoeg voor je. Lig je lekker, Adil? Ja, dank u, vader. Weet je, Adil, je mag wel papa zeggen. Goed, papa. Da, hij zegt papa. Papa, mag ik eens op de kerncentrale kijken? Wil je zien waar ik werk? Oh ja, heel graag. Dat wilden mijn eigen kinderen nooit. Mag het? Nou, ik moet wel een beetje smoesen met de bewakers, maar het komt voor elkaar. Uitstekend. Let op. Je neemt de druif tussen duim en wijsvinger. Je trekt hem eraf en gooit hem in de emmer. Nu jij. Heel goed. En nu doe je het een miljoen keer. Hier, Amerikaanse donuts met glazuur. Poedersuiker en frambozenvulling. Dat noem ik nog eens een kiesrecht. Pap, mag ik je plutonium isolatiemodule zien? Misschien. Wacht even. Eleni. Hebben wij zo'n plutonium-isolatieding? Ja, in sector 12. Sector 12? Derde verdieping bij de snoepautomaat. Oh, dat is sector 12. Kom, Adil. Dag, ondankbaar zwijn! Geef je eten en onderdak en dit is onze dank. Een oud amateurfotograafje. Cheese! Wacht even! Stop me drijven, gemene oplichters! Ik haat Frankrijk! Adil kan geen kwaad bij je doen. Nou, geef toe dat hij makkelijk is. Nou, als jij toegeeft dat je van boord houdt. Goed dan. Ik hou van Bart. Wauw. Wat? Nou. Oh, Adil is een erg lieve jongen. Nou en of. Kaskaat, warro. Waarom schrijf je niet? Zeker te druk met plezier maken. Ja, zeker. Stil! Met ons gaat het goed. We verwachten binnenkort dat Mikey gaat praten. Lisa had een 10 voor wiskunde. Maar dit zei ik niet om jou te kleineren. En je vader? Nou, gisteravond zei hij dat hij van je hield voordat hij in slaap viel. Kleed je warm en vergeet niet om je help je ouders, pleeghouders, zoveel mogelijk. Veel liefst, mam. Ah, concentreer. Mec, ouvé. Ik heb haar geformeerd, per toi. Jours. Ah, que je trave, on donne. Je te flasse de nuit. Je t'ouvre, jours. Miracle, pas de ruis. Fiance d'orge, de jeux, toisson. Les propres sociaux voulues. Dat goed rofra. Je toch wel een niet rof. Hoeveel keer elke vakantie zit ça? Tu de quelqu'un? T'es fou. Wat doe je hier? Smeer hem! Sorry. Of nee, Bart, kom eens hier.
Regarde. Drink op. En geen zorgen. Geen zorgen. Je bent in Frankrijk. Kinderen drinken hier af en toe ook wijn. Ja, maar zit antivries in. Drink op! Oh. Qu'est-ce que je mentis? Mais non, qu'est-ce que je vous ai dit? Un frise contre je m'en ai. Mais c'est peu. Je vois ces poissons pour ton mère. Je dis même vous pour 3 jours. Alors, je vois ça à ta garçon. Oh, oh Bart. Je bent politieagent, hè? Excusez-moi, je ne pas anglais. U moet me helpen. Ik logeer bij lui die me dag en nacht laten werken. Ik krijg niks te eten. Ik slaap op de grond. Monsieur Garçon, voilà un bonbon. Ik wil geen snoep. Ik heb hulp nodig. Kom op, meneer. Kunt u me niet helpen? Je suis désolé. Je me ferai vous pourvoir. CD. Laat maar. Ik ben zo dom. Iedereen ander had al lang die stomme taal gesproken. Ik hoor niks dan Frans de laatste maanden. Je me sais pas, c'est moi. Je me pas en Frans, c'est moi. Maintenant. Incroyable. Monsieur, aidez-moi. Et c'est toi, aidez-moi. Je m'a ennoué. Je n'ai pas de manger. Je vais dormir pour toi. C'est des antifrices. Toujours en moi. Mon chapeau rouge. Antifrice en roi. Oh, c'est sérieux, hein. Bien que vous m'y suivez aussi. Plus rien encore. Mais c'est pour toi. Je vais toujours faire poisson. Schat, ik ben thuis. Hallo, Homer. Wat heb je daar? Oh, een paar blauwe drukken die Adil wilde zien. Ik zeg het je, hij is zo leergierig. Als hij wil, bouwt hij zo'n kerncentrale. Mus, we weten dat je daar bent. Je hebt 1 minuut om je over te geven. Oh, mijn! Oeh, er is iets aan de hand. Laten we even gaan kijken. Ik woon hier, wat heeft hij gedaan? Nou, meneer, hij spioneert en geeft topgeheimen door aan een vijandelijke mogendheid. Oeh! We hebben hem gevonden met behulp van radiopeilingen. Wauw, meer mag ik niet zeggen. Ah, goed dan. Zijn nationaliteit begint met een A. De tijd is al mus. We komen binnen. Oh, cool. Adil zou het leuk vinden dit te zien. Adil? De mus. Adil? Oh, ben je daar? Grijp hem! Ik vind het met nom en prison. Gaat hij de gevangenis in? Nee, hij wordt uitgewisseld tegen een agent van ons. Zo zien we elkaar weer, mus. Ja, ik word te oud voor dit spel. Opschieten, jongens. Dag, Simpsons. Bedankt voor jullie gastvrijheid. Hopelijk zien jullie het uitwisselingsprogramma nog zitten. Dag Adil. Dag Adil. Ik zal je die defensieplannen sturen. De Air France 1988 uit Parijs is zojuist gearriveerd. Kijk mam, daar is hij. Hey, waar is die ouwe? Hij bedoelt mij. Hey jongen. Hey Homer. Hij bracht ons cadeautjes. Zijn eerst onzelfzuchtig gedaan. Dus eigenlijk, ik heb maar 1 Franse man aardig ontmoet. Bart, ik moet je iets bekennen. Fijn dat je er weer bent. Vind ik ook. Homer, waar blijft mijn glaasje wijn? Sorry, Marge. Die idioten hebben er een kurk op gedaan. Oh, mon père. Le bafon. Hoor je dat, Marge? Mijn zoon spreekt Frans. Ja.